Hoi allemaal, oktober is alweer bijna voorbij. Ik denk al voorbij als jullie dit filmpje zien. En ik laat in dit filmpje mijn favoriete producten van oktober zien. Mijn eerste favoriet is Snow Fairy Toastgel van Lush. En zoals je ziet heeft hij ook van die leuke blauwe glittertjes. Nou ja, daar zie je in principe niks van terug. En ook als je hebt gedoucht, dan zie je dat niet meer. Maar het is wel een leuk, leuk detail. En hij ruikt zo lekker. Echt. Ik hoorde echt al iedereen jarenlang hierover raven. En echt iedereen had hem en iedereen wilde hem hebben. En nu heb ik hem eindelijk zelf. En hij ruikt echt precies hetzelfde als de Bubblegum Lip Scrub die ik heb van Lush. En ik ben echt dol op die geur. Dus ja, toen ik deze voor het eerst rook in de winkel laatst. Ja, ik moest hem gewoon echt meteen hebben. En vorig jaar was ik net te laat toen ik hem uiteindelijk besloot te gaan kopen. Toen was hij er niet meer. Dus ja, nu was ik er lekker vroeg bij. En natuurlijk, waar ruikt hij naar? Naar snoep, naar zure sokken, naar bubblegum, naar allerlei zoete snoepjes. En oh, het is echt, hij is echt mega zoet. Mijn volgende favoriet is een blush. Dit is een product dat ik al had. Oh, ik verblind jullie denk ik. Het is een blush van H&M. Zo ziet hij eruit. Hij heet Dazzling Peach en het is een beige kleurtje. De naam zegt het al. En er zitten geen glittertjes in. Het is een matte beige blush. En ik heb hem al best wel lang. Ik denk nu 2 jaar. En ja, ik draag hem echt heel veel de laatste tijd. Ik heb hem vandaag ook op, al denk ik niet echt dat je dat goed kan zien. Maar goed, ik draag hem dus vandaag ook. En ik draag hem eigenlijk bijna elke dag de laatste tijd. En ja, het geeft echt zo'n warme, natuurlijke blos aan het gezicht, aan de wangen. En ja, ik ben er heel blij mee. En om die blush aan te brengen heb ik een blushkwast als favoriet. En dit is, deze blushkwast heb ik nieuw. Want ik had al jarenlang eentje van H&M en die prikte echt onwijs. Al vanaf het begin eigenlijk. Dus ja, ik heb jarenlang mijn blush aangebracht met een prikkende kwast. Niet zo fijn. En toen ik laatst aan het winkelen was in Den Haag met een paar vriendinnen. Toen zeiden zij van ja, deze is echt fijn en deze moet je eens een keer proberen. Dus ik was een beetje sceptisch van ja, maar hij is zo klein en werkt hij dan wel goed en is hij wel echt zacht. Maar ik heb hem gekocht op aanraden van vriendinnen. Ik heb het over de blushkwast van Essence. Hij is vrij klein zoals je kunt zien. En hij ziet er misschien heel erg plasticachtig uit. Dat is hij waarschijnlijk ook. Maar hij is echt heel lekker zacht. En hij is niet zo zacht als mijn kwasten van Zuva, bijvoorbeeld de poederkwast van Zuva, maar hij is zoveel zachter dan die kwast die ik had. Dus ja, het is echt een genot om een blush aan te brengen 's ochtends nu. Dus ja, dit is echt een aanrader voor als je geen €30 aan een blushkast wil uitgeven, maar toch een zachte kwast wil, dan zou ik deze eens proberen. Dan is deze paarse eyeliner van Sephora ook een ontzettende favoriet deze maand. Het is de Fancy Violet, de long lasting eyeliner van Sephora. En die heeft zo'n kwastje. Het is niet echt een kwastje met haartjes, maar het is ook geen filterkwastje. Het is een beetje een soort plastic kwastje. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, het is een knalpaarse kleur. Ik vind die paarse kleur gewoon heel erg tof staan, want ik heb groene ogen en die knallen er dan echt uit. En elke keer als ik deze draag, krijg ik ook veel complimentjes over. Ik had hem laatst ook op stage op en toen kreeg ik ook van de kinderen uit mijn klas een paar complimentjes van oh juf, mooi, weet je wel. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Next is deze cream eyeshadow van Too Faced. First Base heet die. Het is een soothing eyeshadow base. En die heb ik van de beauty ruil gekregen. Meegenomen moet ik eigenlijk zeggen. Want laatst was ik dus winkelen in Den Haag, wat ik net al zei. En toen hebben we ook een paar make-upjes met elkaar gewisseld die we zelf niet meer gebruikten. En ik heb dus deze cream eyeshadow van Too Faced meegenomen. En ik gebruik die heel graag in de binnenste ooghoek. En hij is echt heel erg mooi. Ik zal even kijken of ik hem kan swatchen voor jullie op beeld.
Hij is echt heel glinsterig en glinsterend en ja. Hier zie je het ook een beetje, de glittertjes. En ik vind hem echt super mooi. En ik gebruik hem niet als oogschaduw, maar ik gebruik hem dus echt alleen in de binnenste ooghoek. Mijn volgende favoriet is mijn nieuwe Mineralize Skin Finish van MAC. Het is Soft and Gentle. Zo ziet hij eruit. En het is een warme, champagne-achtig kleurige, roze goud, net niet goud, net niet zilver-achtige kleur. Moeilijk te omschrijven. Maar ja, echt super mooi. Ik zal hem even kijken of ik het kan laten zien. Dit is hem. Deze gebruik ik natuurlijk als highlighter en ik breng hem dan hier aan, een klein beetje. Met mijn fan brush meestal, dus met zo'n waaierkwast. Omdat die vrij glitterig is en ik wil er niet meteen echt uitzien als een discobal. Je kent het wel. Dus gewoon subtiel, dat is echt de keyword voor deze MSF. En ja, maar ik ben er heel erg blij mee. Het heeft wat gekost, maar ik gebruik hem sindsdien bijna elke dag. Dus het is een goede aankoop geweest, denk ik zo. Dan heb ik de Burt's Bees Beeswax Lip Balm. Van Burt's Bees dus. En dit is dus een vrijwel natuurlijke lippenbalsem. Hij gaat wel een beetje lastig open, dat vind ik wel jammer. En het zit in een blikje, dus echt super hygiënisch is het niet. Maar ik zorg gewoon dat ik altijd schone handen heb als ik deze gebruik. Zo ziet hij eruit. Het lijkt net alsof hij nog nieuw is, maar dat is hij echt niet. Kijk maar, nu kan je het beter zien. En hij ruikt zo lekker. Er zit mint in en natuurlijk bijenwas en nog allerlei andere verzorgende ingrediënten. En je krijgt er ook zo'n tintelend gevoel van op je lippen, weet je wel? En ik vind dat zelf heel erg fijn. Daar ben ik heel blij mee. Die zat trouwens in de glossy box van de afgelopen maand. En dan ben ik alweer toegekomen aan mijn laatste product van mijn oktober favorieten. En dat is een parfum. Dat is Fab van het merk So. Puntje, 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 vraagteken. Zo ziet het merk eruit. En zo ziet het flesje eruit, het flaconnetje. De dop eigenlijk. Want je maakt hem dus, ik zal het even laten zien, want ik kreeg daar vragen over. Je maakt hem dus zo open, gewoon de dop eraf trekken. En dan hou je gewoon een glazen, simpel flaconnetje over. En deze ruikt heerlijk zoet naar vanille. Het is echt een typische vanille bonbon karamelachtige geur, maar dan zoet, dus niet heel erg super mega kruidig en zwaar, maar juist heel zoet en meisjesachtig, snap je? Het is wel echt een ik denk een jonge geur. Het is niet echt een hele zware powervrouw geur, maar dat ben ik ook niet, dus ik hou hier gewoon heel erg van. Het is een zoete vanille geur, kort gezegd. Dat waren alweer mijn favorieten van oktober. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ik hoop dat ik volgende maand weer allemaal nieuwe producten heb die ik aan jullie kan laten zien. Bij mijn favorieten van november wordt het dan. Bedankt voor het kijken. Doei! Oktober is alweer voorbij. Dus vandaag laat ik jullie... Focus. Laatst heb ik ook een nieuwe. Ik ben helemaal buiten adem. Dat ik groene ogen heb en die worden dan mooi gecontrasteerd. Is dat een woord? Burt's Bees Beeswax. Mint zit erin en met, ik weet het even niet. Oh, het lukte niet. Hoezo focus je niet? Dus, ja. En